Hoe vergaat het ADO en de clubs in het top-amateurvoetbal nu er al een maand geen bal meer rolt? Geen Roland Garros, Wimbledon en Olympische Spelen. Wat doet dat met topsporters? We vragen het Marcella Mesker en Maureen Koster. En in deze speciale TVW Sport mag hij zeker niet ontbreken, Joop Buit. Werd even gevraagd om even een vlog te maken door die Jim van der Del. Net alsof ik ooit een vlog heb gemaakt. Nog nooit. Ik weet niet eens waar ik moet kijken. Want kijk, ik kijk nou in dit beeld in, maar nu kijk ik wel, denk ik, jullie aan. Dag allemaal. Ja, hoe gaat het met jullie sportliefhebbers in deze barre tijden van het coronavirus? Geen wekelijkse spanning van de Eredivisie, geen spannendste ontknoping in de Tweede Divisie, geen Kiki Bertens op Roland Garros en Wimbledon, geen scheurende racegeluiden op het circuit van Zandvoort, ook geen oranje op het EK en zelfs niet in Tokio. En ook geen trainen, geen wedstrijden en gezelligheid voor jou met je ploeggenoten op je eigen vereniging. Wat missen we dit? Wat er gaat gebeuren, zijn weg. Kom op, we staan voor u. Degradatie spook, wie wil het opkomen? Ghostbusters. Sfeeractie van de Rijnsburgse fans. Zij hebben cheerleaders ingeschakeld om de stemming er nog meer in te brengen voor deze derby. Ja, en omdat we het zo missen staat Omroep West vandaag in het teken van de sport op alle kanalen. En dan mag een extra TV West Sport uiteraard niet ontbreken. Ja, het moest het jaar worden van de Olympische Spelen natuurlijk ook. En dus ook van al die Nederlandse sporters die 4 jaar lang naar dat grootste sportevenement ter wereld hebben toegeleefd en toegewerkt. Atlete Maureen Koster zou zich over een week of twee moeten kwalificeren voor Tokio 2020. Maar ook die wedstrijd gaat, net als de Spelen, niet door. We hebben contact met Alphen aan de Rijn in dit geval, met Maureen Koster. Hi Maureen. Hi, goedemiddag. Hi. Ja, je had als doel de finale halen op de 5000 meter op de Spelen van Tokio. Die Spelen zijn uitgesteld. Wat voor gevoel geeft jou dat? Nou, inmiddels heb ik het wel geaccepteerd. Vooral de periode net voordat de beslissing werd genomen, de Spelen werden afgelast, dat was heel erg onzeker. En dat was ook gewoon heel moeilijk. Dus en toen is de knoop doorgehakt en nu heb ik daar wel, dat moet ik wel. Ik heb daar gewoon wel vrede mee nu, dus, maar het blijft natuur. Ja, het is al een jaartje opgeschoven, ja. Ja, want je had nu in de Verenigde Staten moeten zijn. Hè. Over 2 weken zou die kwalificatiewedstrijd zijn. Hoe was je vorm eigenlijk in aanloop naar die wedstrijd? Eigenlijk heel erg goed. En dat maakt het ook wel heel erg jammer dat ik dat niet heb kunnen laten zien nu. Maar goed, nu is het gewoon een kwestie van doortrainen. En ik heb ook zoiets, ik ben nog niet zo heel lang bij een nieuwe coach. Dus een extra jaartje onder hem trainen, dat maakt me wellicht nog beter voor volgend jaar. Dus dat probeer ik gewoon op die manier te benaderen, ja. Maar hoe moeilijk is dat om die vorm vast te houden of zelfs uit te breiden? Want je hebt ook geen toernooi, hè? Je hebt een EK. Je mag hopen dat die straks eind van de zomer gehouden wordt. Maar verder, ja, het is maar de vraag of je grote wedstrijden hebt waar je die vorm kan meten. Ja, het is ook nu ook is er besloten dat tot december, zeg maar, kwalificatiewedstrijden, mocht er wedstrijden komen, dat die niet meetellen voor de Olympische kwalificatie. Dus dat is de vraag inderdaad, wanneer ik weer ga lopen. En dat maakt het soms het trainen wel moeilijk. Al moet ik zeggen dat ik lopen uiteindelijk ook nog heel erg leuk vind, maar ik ben wel gewend om altijd hard te trainen voor een bepaald doel. En zo'n doel komt meestal binnen een aantal weken. En nu is er dus eigenlijk niks. Dus dat is wel af en toe lastig. Dan tot slot, jij bent topatleten. Er zitten heel veel mensen nu binnen. Die worden allemaal kilo's zwaarder. Ik zag jou vaak in Boskoop door de straten rennen. En dat triggerde ons allemaal om ook naar buiten te gaan en te lopen. Nou, helaas zien we wat minder tegenwoordig nu in Alphen zit. Wat heb je voor tip voor al die thuisblijvers? Wat ik zie is dat heel veel mensen dus binnen dingen gaan voorzien om te gaan doen, om fit te blijven. Maar het is eigenlijk heel makkelijk om gewoon hardloopschoenen aan te trekken en een rondje te gaan rennen. Zeker nu het weer heel erg lekker is en dat kan je ook prima zelf doen. Ik zou natuurlijk gewoon zeggen dat iedereen lekker moet gaan hardlopen. Zo is het. Ja. Goed. Ik wens je veel succes op weg naar die Spelen van volgend jaar dan. Want uitstel is gelukkig geen afstel. Dank je. Dankjewel Maureen. Oké, doeg.
Ja, dan naar ADO Den Haag. Die club leidt, net als alle andere clubs in het betaald voetbal, onder de coronacrisis. Geen wedstrijden is geen inkomsten. Neem daarbij de economische crisis die meer en meer opdoemt in Nederland en de toch al wankele financiële situatie van ADO. Ja, dan weet je dat de club snel in zwaar weer terecht kan komen. Toch kan het ook nog een positieve draai krijgen, want mogelijk ontloopt ADO de vrijwel zekere degradatie. Nou, over de stilte voor de storm, of de stilte bij ADO, zo kun je het ook zeggen, praten we met onze ADO-watcher Jim van der Del. Jim, ja, eerst even dat scenario van dat niet degraderen. Ja. Hoe reëel is dat? Ik denk zelf heel reëel, omdat ik vermoed dat er niet meer gevoetbald gaat worden. Dan krijg je 18 clubs in de eredivisie die er nu in zitten, plus 2 uit de keukenkampioendivisie. En speel je volgend jaar met 20. En in dat geval degradeert ADO niet. Nee, het zou wel een Houdini-act zijn dat ze uitgerekend in een seizoen, want het was toch vrijwel zeker dat ADO ging degraderen. Nou, het gat richting plek 16 was groot. Dan kan je zeggen van het is misschien nog haalbaar, maar het werd wel lastig inderdaad. Ja. We hadden het al even over de financiën. Ja, elke club heeft het momenteel zwaar, maar voor clubs als ADO toch wel in het bijzonder, hè, waar die financiële situatie al wankel was. Nou ja, je hebt natuurlijk gewoon het geld nodig van de kaartverkoop. Dat is er nu niet. Je hebt wel gewoon salarissen die doorgaan. Je weet niet hoe de sponsors er straks voor staan. Voor dit seizoen is het haalbaar. Maar wat wel interessant is, is dat er een plan ligt om misschien na 1 juli door te gaan. Ja, dat is al iets wat in mijn optiek niet haalbaar is. Want wie gaat dan de salarissen betalen van spelers die een contract tot 1 juli 2020 hebben? Dat zijn extra kosten, die zijn niet begroot. En alleen daarom zou ik al denken dat het niet haalbaar is om door te gaan tot 3 augustus. Ja, en dan weet je dus niet of je nog überhaupt gaat voetballen. Moet je wel fit blijven? Hoe doen de spelers dat momenteel? Nou, ze hebben allemaal een plan mee naar huis gekregen om thuis dingetjes te doen. De social media van ADO staat er ook vol van hoe spelers bezig zijn in huis. En ze hebben daar ook een leuk iets op gevonden. Met elkaar gaan bellen via Zoom. En dan een dame, dat hebben ze dan wel weer slim gedaan, die instructies geeft. Ja, dat levert mooie beelden op. It's good to see everyone and have a little bit of banter, a little bit of fun. Well done on all that. Ja, dat is Alan Pardew. Op afstand allemaal. Ja. Dan nog iets bijzonders, want jij bent vandaag in het ziekenhuis geweest. En dat was niet voor niets. Nee, klopt. Afgelopen week zag ik in de Elsevier een interview met een arts in het Haga ziekenhuis. Hij is een van de 33 wetenschappers die het kompas vormt voor het kabinet waarop in deze tijd men afgaat. Ik ken hem van ADO. We hebben vaak contact over de app. Hoeveel staat het? Wie scoorde er als hij niet in het stadion kan zijn? Ik weet dat hij bijzonder groot fan is van Tom Beugelsdijk. Ja, en dan raken die twee dingen elkaar en dan bezoek je elkaar. Ik vind het ook leuk en hartverwarmend om te zien hoe de buitenwereld meeleeft, hè, met wat hier allemaal gebeurt. Dat doe je waarschijnlijk ook op de spandoeken voor de deur. Dat is toch prachtig als je naar buiten loopt en je ziet zoiets? Ja, dat is fantastisch. Ja. Ja. We hebben allemaal een groen-geel hart, hè, hier in Den Haag. Dus, en jij misschien wel wat meer. En ik zeker, ja, ik zeker. Over groen-geel hart gesproken. Ik heb nog een boodschap voor je. Wat leuk. Van iemand meegenomen. Dag Emiel Schippers, ik hoor dat je een heel groot fan van ADO Den Haag bent. Ik vind dat fantastisch om te horen, maar wat ik nog mooier vind is dat jij je keihard maakt voor het virus, het coronavirus, om de mensen te helpen. Ik hoop dat er heel snel weer positiviteit komt en ik vind het fantastisch dat jij je daar keihard van maakt en ik hoop dat we dit allemaal heel snel weer gaan overwinnen. Hey Tommy, wat ontzettend leuk zo'n filmpje. Zoals je weet, we zijn hier in het ziekenhuis en in de rest van Den Haag, in alle ziekenhuizen, een enorme fan van je en ik wel in het bijzonder. We gaan regelmatig naar ADO natuurlijk en ik hoop je daar misschien binnenkort nog weer eens een keer te zien als het voetballen weer begonnen is. Ontzettend leuk. Ik hoorde van Jim dat je er eigenlijk bij wilde zijn. Dat ging dit keer niet, maar misschien een andere keer. Nogmaals, enorm bedankt en tot gauw op het veld. Ja, mooi zeg. Ja, zeker. Ik heb hem overigens ook nog wat langer gesproken. Ook over zijn werkzaamheden en over de huidige situatie. Dat staat morgen op onze website omroepwest.nl. Goed, dankjewel. Ja, de sportwereld is dus tot stilstand gekomen en daarmee ook het internationale tennis. Het zou kunnen dat de Australian Open de enige Grand Slam is die in 2020 is gespeeld. In ieder geval tot half juli worden geen toernooien gespeeld. Waar we ons juist in deze periode natuurlijk verheugen op Roland Garros en op Wimbledon.
Maar we mogen nu alleen maar hopen dat er überhaupt nog een bal geslagen wordt dit jaar. Wat zijn de gevolgen voor het tennis en ook voor Kiki Bertens, die dit jaar weer goed bezig was? We gaan daarover praten met voormalig toptennister en tegenwoordig tenniscommentator en analist Marcella Mesker. Marcella, hallo. Hi. Hoe kom jij deze tennisloze periode door? Ik zit vooral thuis. Veel in de tuin. Ik ben een beetje aan het mantelzorgen. Mijn moeder zit in het verpleeghuis. Boodschapjes, dingetjes doen. En ik volg toch wel het tennisnieuws. Want ondanks het feit dat er niet getennist wordt, gaat het natuurlijk achter de schermen wel volop te keer. Met wanneer gaan we weer beginnen? Gaat de US Open straks wel door? Komen we überhaupt nog aan tennis toe? Dus iedere dag volg ik toch wel tennisnieuws. Ja, even, daar komen we natuurlijk over te spreken. Even over je moeder. Je zegt het zelf, we spraken je voor de uitzending eventjes. Ja, we hadden je had je verheugd op een verjaardag vandaag met je moeder. Gefeliciteerd. Maar ja, corona gooit op een lelijke manier roet in het eten. Ja, ze is vandaag 99 jaar geworden. Zo. Het gaat natuurlijk niet heel erg goed met haar. En ze zit altijd al op de kamer en kijkt de hele dag tennis. Dus dat is natuurlijk ook jammer dat dat nu niet live is. Grote fan van Roger Federer. Vandaag zou ze dan in de rolstoel naar beneden gebracht worden om achter het raam naar ons te zwaaien. Zouden we misschien kunnen zingen voor haar. Maar helaas is gisteren in het tehuis ook corona uitgebroken. Dus nu is er totale isolatie en mogen de bewoners helemaal niet meer van de kamer af. Dus ja, ook het zwaaien gaat helaas niet door. Het is hartverscheurend. Het is niet meer dan bij de ingang de was brengen, de boodschapjes, de cadeautjes, de ballonnen. Maar dat is het. En een enkel telefoontje, dat is in deze periode eigenlijk het enige contact wat we hebben. Ja, heeft ze dan op zo'n dag als vandaag toch nog op een of andere manier het gevoel dat ze jarig is? Nou, ik hoop het wel, want ik heb een grote ballon gebracht, grote kaart met katten erop, verhaaltjes geschreven, snoepjes gebracht, cadeautje. Dus ik hoop dat ze daar blij mee is en dat ze toch nog een beetje jarig gevoel heeft. Nou, dat hopen we met haar en met jou ook mee. Goed, ja, het tennis. Laten we ook hopen voor je moeder ook dat inderdaad het tennis toch nog weer gespeeld gaat worden dit seizoen. Je had het er net al over. Achter de schermen wordt daar druk over gespeculeerd en aan gewerkt. Hè. Er zou misschien Roland Garros bijvoorbeeld zou in een later stadium nog gespeeld gaan worden. Hoe groot acht jij de kans dat die grote toernooien nog plaats gaan vinden dit jaar? Misschien Roland Garros met een paar graveltoernooien. Maar dan ben je wel heel optimistisch. Het zou mij persoonlijk niet verbazen als we dit jaar helemaal geen internationaal tennis meer krijgen. Nu ben je zelf toptennister geweest. Kiki Bertens was in een behoorlijke flow dit seizoen. Jij weet hoe dat voelt, hoe moeilijk dat is om naar het toernooien toe te werken. Ze won Sint-Petersburg, ze heeft het op de Australian Open met een vierde ronde aardig goed gedaan zelfs. In hoeverre kun je in zo'n flow blijven nu of dat gevoel vasthouden? Ja, niet. Kiki Bertens staat in de top 10. Ik denk heel persoonlijk dat ze het zelf nog niet eens zo heel erg vindt om even een tijdje eruit te zijn. En waarom dan? Nou ja, we weten allemaal dat ze best wel graag thuis is. Ja. Dat ze soms oververmoeid is. Vorig jaar bijvoorbeeld, 2019, topjaar. Ik denk dat een tijdje rust haar fysiek en mentaal ook best goed zal doen. Datzelfde geldt voor Robin Haase, die natuurlijk vaak fysieke problemen heeft. Dus misschien dat Kiki Bertens het niet eens zo erg vindt om er een tijdje uit te zijn. Alleen op dit moment, hoe het nu gaat, is het niet een klein tijdje. Gaat het misschien wel om een half jaar, misschien wel langer. Ja, en dat is natuurlijk ook voor Kiki, ook voor Robin, voor iedereen dramatisch. Goed. Het was fijn om met je te spreken, Marcella. Als mensen nog geen genoeg van jou hebben, dat kan ik me zomaar voorstellen, dan kunnen ze terecht in je podcast, hè? Ja, nou ja, ik heb natuurlijk ook maar in deze periode het nuttige een beetje met het ellendige samengepakt. NL Tennis Podcast, de maandelijkse actuele tennisrubriek, doe ik samen met videomaker Jan-Willem de Lange. Het is een soort radio-uitzending met allerlei leuke rubrieken en interviews. Goed, hartstikke leuk. Dankjewel, Marcella. En blijf gezond. Ja, oké. Hoi. Jij ook. Ja, dan het top amateurvoetbal. Elk weekend natuurlijk te volgen bij Omroep West op de radio en op tv op zondagavond. En opeens was daar dat abrupte einde van de tweede en derde divisie en van al het amateurvoetbal, Herman. En het is ook definitief voorbij, hè? Ja, inderdaad. In tegenstelling tot het professionele betaalde voetbal
is meteen gezegd, jongens, we stoppen ermee. De laatste competitieronde gespeeld op 7 maart, dat is alweer een tijd geleden. Ja. En toen heeft de KNVB vrij snel besloten, dit is het einde van de competitie. En dat betekent geen kampioenen, nee. Geen degradanten, niemand die de promoveert. Ja, dat heeft natuurlijk nogal wat impact. Hè? Want Katwijk bijvoorbeeld in de tweede divisie stonden er goed voor. Waren met een onwijs lekkere reeks bezig. Ik verheugde me al op een spannende kampioensstrijd. Voor Scheveningen en voor Quick Boys aan de andere kant is het misschien wel gunstig. Die waren niet helemaal veilig. Nou, die zijn nu in ieder geval zeker van nog een jaar verblijf in de tweede divisie. Maar ja, je zal maar bovenaan staan in de derde divisie. En wetend dat er nooit gepromoveerd wordt dit seizoen. Dat is wel zuur. Ja, en bizar. We zullen het nooit weten hoe het met name in die tweede divisie is afgelopen. Goed, voor sommige spelers trouwens ook wel een rare situatie. Opeens is je carrière voorbij. Ja, nou, een mooi voorbeeld. Misschien wel het meest aansprekende voorbeeld daarvan is Michiel van Dam. Al sinds jaar en dag speelt hij bij Katwijk. Had aan de voorkant van dit seizoen aangekondigd. Ik ga ermee stoppen. Raakte zwaar geblesseerd. Kwam wonder boven wonder heel snel terug. Ja. Ja, en speelde dus ook zijn laatste wedstrijd. Op 7 maart uit bij IJsselmeervogels. En nu kan hij alleen nog maar dromen van het voetbal. Want hij zal nooit meer op het veld staan bij Katwijk. Ja, de competitie zit erop en daar moeten we het bij doen. Ja, dat besef is wel doorgedrongen. Nog niet helemaal, moet ik zeggen. Ik denk dat het vooral straks, als het volgende seizoen het voetbal echt weer begint, dat je echt gaat beseffen dat het over is. Maar goed, je ziet ook weer dat er veel belangrijkere dingen in het leven zijn dan voetbal. En dat maakt het relativeren ook wel weer een stukje makkelijker. Op 7 maart maakt Van Dam zijn allerlaatste minuten voor Katwijk. Zijn carrière blijft daardoor steken op 249 wedstrijden. Ja, die 249 was eigenlijk een ding geworden toen ik het begin van het seizoen mijn kruisband afscheurde. Toen dacht ik eigenlijk van, goh, dat was eigenlijk al het einde. Artsen waren relatief in eerste instantie negatief over de knie. Hij bleek uiteindelijk toch gelukkig wat sterker te zijn als dat verwacht werd. En toen heb ik eigenlijk gekscherend gezegd van, nou goed, dan ga ik er alles aan doen om die 250 te halen. Dat waren toen nog 3 wedstrijden. En dat je dan uiteindelijk terugkomt en nog 2 wedstrijden kan spelen, maar dat je dan uiteindelijk op 249 blijft steken, ja, dat is een mooie anekdote. Even zo met je doortreden, 10 minuutjes pakken als het volgende seizoen weer begint, wanneer dan ook, dan sta je op die illustere 250. Ja, maar misschien is het verhaal wel veel mooier als je op 249 blijft staan. Kijk, ik weet ook niet of je het überhaupt zou moeten willen. Ik denk dat de club en de nieuwe trainer en de groep moet gewoon weer moet verder. En ik moet daar helemaal geen onderdeel van uitmaken volgend seizoen. Ook niet tijdens de voorbereiding en ook niet 10 minuten tijdens de eerste wedstrijd. Dus. De 249 zal voor altijd het nummer zijn van Van Dam. 249 wedstrijden met natuurlijk heel veel hoogtepunten. Nou, ik denk dat toch wel de wedstrijd Achilles uit is. Dat we daar natuurlijk thuis werden we volledig overklast. En niemand gaf ons eigenlijk echt een kans. Ik denk dat wel de samen met Kozakkenboos uit de twee grootste belangrijkste en mooiste momenten zijn geweest. Seizoen voor hem voorbij, voor ons allemaal, voor alle clubs. Ja. Wanneer gaan ze weer beginnen, denk je? Ik denk dat we onze handen dicht mogen knijpen als het volgend seizoen gewoon op tijd start. Eind augustus, begin september. Ik heb er eerlijk gezegd wel een hard hoofd in. Ja, volhouden. Hoe vermaak je eigenlijk in die weekenden? Niks. Nee, hè? Saai, naar de tv kijken, maar er gebeurt niks. Nee, goed. Eén ding staat als een paal boven water. We missen het allemaal. En zeker onze collega Willem van Zuilen. Voorbij en ook langs de Krom en ook langs Rijnsburgse Boys, SEC, Noordwijk. En als je dan in het weekend, als ik dan voorbij fiets en ik zie die lege velden, dat doet zeer. Toen er nog geen kunstgras vast en we hadden lange winters, dat ook een week of 6 gewoon onverwacht stil lag vanwege aflastingen. Maar er werden er op bepaalde treintjes oefenwedstrijdjes gespeeld. En bij Meerburg had ik toen een kunstgrasveld. Daar speelden de hele dag toen hoofdklassers hun oefenwedstrijdjes. Ja, dat is nu niet. Je kon toen nog naar een training gaan kijken. Dat is ook nu allemaal niet. Het is allemaal lockdown. Het was toen wachten op Dooi. En nu is het wachten op de RIVM. Het is niet zo dat ik de voetbalwereld helemaal nu kwijt ben. We zijn elkaar niet kwijt. Alleen
ja, we zien elkaar even niet. Ik kijk niet uit naar een datum, ook in mijn hoofd niet. Ik denk ook niet, misschien kan het dan en dan wel weer, want er moeten nog heel wat maatregelen genomen worden om dat ordelijk laten verlopen. En als we natuurlijk te vroeg beginnen, dan kunnen we misschien wel weer, de kans is dan groot dat we weer bij af zijn. Als we dan naar afgelopen seizoen gaan kijken, pakt daar eens een mooi moment uit? Ja, dat was toch de wedstrijd hier op Nieuw-Zuid. Het veld achter hier, op een doordeweekse avond. De bekerconfrontatie tussen Katwijk en Quick Boys. Los van de winnaar, dat doet er niet toe. Maar ook toen had je daar die sfeer, die ontlading, en noem alles maar op. Dat vond ik wel mooi. Ja, hier in ons land zitten voetballers nog thuis. Maar in China, het land waar de pandemie in december vorig jaar ontstond, wordt sinds kort weer getraind. De 25-jarige Hagenaar Jason Vermeer is trainer bij de Chinese voetbalclub Beijing Guoan. En we hebben nu contact met Peking, met Jason. Hi Jason. Goeiedag. Hoe is het daar nu in Peking? Ja, hier zijn eigenlijk de restaurants, de bars en die zijn weer geopend, de winkels. Het trainen is ook weer gestart gelukkig, dus we lopen een stukje voor op Nederland, denk ik. Even voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen. Je bent 25 jaar, Hagenaar. Je werd trainer ooit bij DAC in Delft. Je wilde ooit profvoetballer worden, maar er waren wat zware enkelblessures en daardoor rolde je al vrij snel het trainersvak in. Nu dus in China, waar je individueel spelers traint. Hoe gaat dat nu, die trainingen daar? Heb je dan een mondkapje op bijvoorbeeld? Of? We hebben alleen mondkapjes op als dat we naar het veld lopen of dat we naar het restaurant lopen van de base. Voor de rest, ja, je ziet nu ook, ik loop nu midden in de stad eigenlijk zonder mondkapje. In het restaurant heb ik zonder mondkapje. Ik moet alleen mijn temperatuur opmeten voordat we ergens binnen gaan. En ja, voor de rest is dat geen enkel probleem hier. Nee, je bent dus ook niet bang daar om nog besmet te raken? Nee, zeker niet. Kijk, als ik kijk naar de controles hier, die worden gemaakt, die als we ergens naar binnen toe gaan of we moeten ergens naartoe, of de apps die we op de telefoon hebben die aangeven dat we echt in quarantaine zijn geweest. Ja, geeft een heel veilig gevoel. Ja, en ik denk dat we daar in Nederland wel wat van kunnen leren. Ja, want die app, daar wordt hier nog over gediscussieerd in Nederland, of die er wel of niet moet komen. Maar wat jou betreft is dat positief. Ja, ik vind van wel. We moeten gewoon elke dag daarop inloggen. En dan geeft het aan of we allowed zijn om publieke ruimtes in te gaan. Ja. En dat ben ik tot nu toe nog elke dag. Goed zo, hou dat zo. Dan de Chinese Super League. Die zou 22 februari van start gaan. Nou, uiteraard door het uitbraak van het virus niet gebeurd. Gaat die competitie nu alsnog beginnen? Ja, ik heb nu in rumors gehoord dat 20 juni zou zijn. Alleen het probleem is dat nu heel veel buitenlandse spelers nog niet zijn gearriveerd in China. Omdat de grenzen dicht zijn, waaronder ook onze hoofdtrainer. En verschillende buitenlandse sterspelers. Dus ja, het team is nog niet compleet. Net zoals eigenlijk andere teams in China. Dus de competitie kan eigenlijk helemaal nog niet starten. Nee. Goed, ik wens je alle goeds daar, Jason. En fijn dat je in ieder geval weer kan trainen. Want dat wil een trainer het liefste. Super, ja, dat is het allerbelangrijkste. Goed. Blijf gezond daar. Tot ziens. Dankjewel, hetzelfde. Doei doei. Ja, graag hadden we hem op de Haagse Markt gezien. Op de tankbaan met Aten Mos of in de wasseretten van Michel Adam. Maar wat velen niet weten, onze Joop Buit, is zorgmedewerker en staat nu dus midden in de frontlinie. Hij is zuinig en verantwoordelijk uiteraard als het gaat om zijn gezondheid en die van de mensen die hij zorg verleent. Hij is dus één van de helden uit de zorg, maar vandaag voor even weer onze sterverslaggever. Ik ga even vertellen wat ik allemaal zo doe in deze quarantaine. En het zal wel een hele slechte vlog worden. Want ik heb dat ook nog nooit gedaan. We gaan het meemaken. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken. Even kijken hoor, is het goed? Ja, wel mensen. Hallo allemaal, welkom bij de Ruime Buit. Alleen, ik ga er niet uit. Ik blijf lekker binnen. Wat ik dus vooral doe als ik vrij ben. Welkom allemaal bij de Vogel Challenge. Leuk dat jullie kijken. We gaan dus weer een vogel raden. Ik ga hem nadoen. Het is een moeilijk woord, trouwens. Maar daar doe ik niet zoveel, mensen. Weet je wat ik wel echt mis? Is vooral, zeg ik heel eerlijk, dat ik lekker met mijn vrienden gewoon lekker naar het stadion kan. Even bij het supporters zo een lekker biertje kan drinken. Wedstrijd kijken, een beetje schreeuwen, een beetje gek doen.
nog een paar biertjes drinken. Maar ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ik denk wel dat we volgend jaar nog in de Eredivisie spelen. Ja toch? Dat is wel weer lekker. Nieuwe trainer. Martin Jol als de grote technische man. Ik denk Europees voetbal. Of zeker? Nee. Het wordt steeds slapper, mensen. Ja, weet ik veel. Ik lul ook maar wat, hè. Ik doe ook maar wat. En we eindigen natuurlijk met een kleine voorspelling. Was bijna vergeten. Ik denk een zonnig weekend. Geniet ervan, mensen. Tot snel. Goed om hem weer te zien, onze eigen Joop Buit. Tot zover deze speciale TV West Sport. Heb je er nog geen genoeg van? Op omroepwest.nl en in onze app vind je veel meer. En laten we hopen dat over niet al te lange tijd het virus is verslagen en we dan ook weer van mooie sport kunnen genieten. Omroep West Sport is er dan uiteraard weer bij. Daar kun je op rekenen. Fijn weekend. Wat hij voelt en doet.